Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky. En vandaag heb ik weer een leuke video. Het is een iets oudere video, maar ik vond het toch leuk om een keertje te uploaden. Dus check even of je bent geabonneerd. En like even de video, we gaan voor 4000 likes. We gaan doen een keertje gewoon gek. Abonneer zeker even, we gaan rustig aan door naar de 104.000 abonnees. Doei! Ja, hallo! Goeiedag Toos. Hey, wie ben jij dan? Je spreekt met de goddelijke Henky die jou altijd in de gaten houdt. Nee, jij bent van Ziggo, hè? Nee, ik ben niet van Ziggo. Wat is Ziggo? Wat wil je van me? Toos, ik hou jou al een tijdje in de gaten en ik zie jou nu zo in je auto aan het stoeprandje zitten. Ik hou jou in de gaten, jongeman. Dat klopt. Ja, ik zie jou. Dus rij jij maar heel even naar links. Oh, ja. Yeah. Ja, en rij rechtdoor nu. Ik zie je wel rijden. Ja. Yeah. Goed zo. En dan bij het eerstvolgende kruispunt naar rechts. Oh nee, dit vind ik eng worden, ja. Ja, en dan als je naar rechts gaat, zie je de parkeerplaats. Stop. Je bent te ver. Wat doe je het nou? Sorry. Ga hier naar in. Oh, wat doe je nou? Je bent te ver. Sorry, ja. Je moet de parkeerplaats op. Je wil ook een parkeerplaats. Andere. Goed zo, oké. En dan stop je nu. En dan kijk je naar boven. Oké, je kijkt me nu recht aan. Stop. Zie je het? Nee. Zie je me echt niet? Nee, waar ben je? Ja, ik durf er niet meer over. Je moet me helpen. Oh, help. Zit jij daarop? Je moet me helpen. Oh, ik durf er niet meer af, daar wilde ik jeetje. Ik zag je rijden en toen dacht ik, hey, Toos kan me helpen. Ja, gaan we doen. Moment, ik kom eraan, Ziggo. Ja, dankjewel meneer. Tot zo. Het kostte wel 40 euro. Toos. Hoor je me, Toos? Ik durf er niet meer af, Toos. Henky. Ik durf niet meer. Henky. Toos, ik durf niet meer. Wat ben je nou aan het doen, jongen? Ja, ik durf je niet meer af. Pas op, alsjeblieft. Anders valt hij eraf. Het is heel gammel dit. Het beweegt alle kanten op. Henky, luister goed. Hoe ben je erop gekomen? Geklommen. Oké, Henky. Okay. Ja, waarom heb je dit gedaan? Ik zag die ding hier en ik dacht dat ik via de reflectie een lekkere donut bovenop zag liggen. Ik weet wat je moet doen. Nou? Springen. Nee. Ja, hey, daar is reflectie. Henky, we gaan dit samen oplossen. Ja, maar pas op, het beweegt alle kanten op dit ding. Panda, wat is aan de hand? Kijk eens, Henky, ik heb een donut voor je. Niet meer vanaf. Ja, maar ik hoor jou. Ik wil er niet meer vanaf. Ja, hij durft niet. Hey, kom jij in ieder geval even van de rand af? Straks gooi je er vanaf en dan ben je Ja, maar ik ga Henky helpen. Hey, Henky, wat doe je hierboven? Nou, ik dacht dat ik hier lekker die donut op het randje zag liggen vanaf beneden. Ik zag een reflectie of zo. Maar die ligt er niet. Nee, en toen klom ik erop en toen bewoog je alle kanten op en nu ben ik te bang om eraf te klimmen. Je bent te bang om eraf te klimmen? Ja. Als wij je gaan helpen. Denk je dat het dan wel gaat lukken? Ja, maar dan moet het ding wel goed vastgehouden worden. Ja, nee, dat snap ik. Maar we zijn hier met meerdere agenten. We komen hier om te helpen, om je af te halen. Oh, kijk uit! Henky! Blijf vooral rustig zitten, maar beweeg niet te veel. Oh, Toos, pas alsjeblieft op. Toos, pas op. Nee. Toos. Toos. Oh, nee. Toos. Nee, niet omheen. Pas op. Toos. Ga je er vanaf duwen? Nee, maar Toos. Ik kan er niet op. Toos. Dit moet je niet doen. Kom daar even vanaf, Toos. Toos, jij moet er eerst vanaf. Zal ik die sprong halen? Waarheen? Daarheen. Kom maar, ga je naar boven komen. Gaan we proberen! Toos! Oh, maar als jij dat kan... Nee, jij gaat het niet doen. Dat ga je niet doen. Ja, maar dat voelt veiliger. Eindje, dan moet je niet doen. Nee, het is veiliger om aan deze kant op te springen. Dan dat lukt wel. Oké, daar kom ik. Oké. 1. Niet doen. Nee, niet doen. Doe het niet. Spring dan hierheen, Eindje. 2. Spring hierheen. Nee. Spring dan hier naar deze kant. Help je me! Eindje gaat het. Meneer Nagent. Hey, gaat het met jullie? Ik dank u wel voor uw hulp. Dat was echt top van u. Dit vond ik echt agent van het jaar. Waar. Agent van het jaar dit, dat u ons zo geholpen heeft. Meneer, de andere agent werd veel te laat, joh. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat jullie meer op het dak komen. Ja, ook niet als er een donut ligt. Ga dan maar naar de supermarkt. Zie je dat er niet? Die reflectie, dat leek echt op een grote donut. Ja, nou, ik snap wat je bedoelt, ik snap dat het rond is, maar niet alles wat rond is een donut. Nou, ik dacht ook dat die donuts waren. Loper, meneer. Oh, kijk uit. Dat je niet ervan afvalt. Nee, dit komt helemaal goed. Niks aan hand. Nou, ze komen al naar beneden. Kom maar naar beneden. Niks aan de hand hoor. Wat is het niet meer de bedoeling dat jullie naar boven klimmen? Ja, je bent ook naar boven gegaan. Dat er een donut ligt, om jullie te helpen. Ja, maar is het ook niet de bedoeling dat u naar boven gaat? Nee. Nou, had je willen dat ik je daar laten zitten dan? Nee, je bent wel de agent van het jaar. Je bent wel de agent van het jaar. Maar... Normaal, eens rustig. Hey! Toos! Sorry meneer. Hey, Edgar. Kapitein. Hey, Denise. Hey. Ik kom allemaal mijn bekende tegen je. Allemaal bekende mensen. Edgar, schijt je net als die kat. We moeten hier weg, Henky. Wat was het allemaal, Toos? Geen idee. Wat was het allemaal? Het was een reunie. Zo, een reunie met allemaal mensen inderdaad ineens. Ja, helemaal gezellig dat je er bent, joh. Ik zag je hier al rijden net. Ik dacht, hé, weet je... Zag je me echt rijden? Ja, kan dat? Ja, ik zag je toch rijden. Daarom wist ik toch dat je daar op het hoekje stond. Ja, hij was hier aan de hand. Weet ik niet. Maar je bent ook echt zo... Au, Toos. Hallo. Hoi. Hey, wat ga jij doen? Hoi. Hey.
ik heb je! Ah! Toos, wat doe je nou? Ja, ik zit vast. Hoe doe je? Ik zit vast. Je moet eruit. Ja. Kom, ik help jou. Ja! Goed zo. Oh, zo. Hé, hey, kijk, je auto is een beetje stuk. Ja, kom al! Toos, wat doe je nou? Dat ziet er toch niet uit? Je bent toch zo snel? Hoe doe je dat zo snel? Ja, rennen. Kijk, let op hoe snel ik ben, hè, Toos. Hey, komt ie. Henkie! Ja? Ik heb een goed idee. Nou, wat is je idee? Zie je daar die roze auto? Vind je die ook niet heel mooi? Ja. Gaan we die pakken? Oh, Toos! 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 Help! Help! Hé, joh! Hé! Gozer, wat die fuck doe jij? Henkie, wat doe jij? Ja, ik was erop geklommen, maar in één keer gaat hij weg. Oh, Toos! Oh, Toos! We worden omsingeld. We worden omsingeld, ik merk het, Toos. We zijn niet eens omsingeld. Meneer, wil je even afstappen alsjeblieft? Meneer, dit is nu ons voertuig. Je wordt ontvoerd. Gaan we afstappen. Henkie. Meneer. Handen omhoog. Die handen maar even omhoog. Van het kruispunt af. Ik zie niks meer. Ja. Ga van het kruispunt af. Hey, Toos, we hebben ons eigen voertuig. Henkie, dit is mijn auto. Dit is mijn... Die Toos is ons voertuig. Ik krijg mijn pistool nog steeds. Hoezo lig je nou? Er is niks meer gaande. Jawel, ik kijk goed om haar heen, want je kan... Ongeluk zit in een klein hoekje, Henkie. Kijk, kijk. Oh. Stap op. Ik pak stap die op. Groene. Ik kan niet op. Henkie, eraf. Henkie, eraf. Okay. Henkie, ga er even af. Henkie, ga van mijn motor. Rustig aan, meneer. Rustig aan. Nee, Toos. Nee, Henk, godzang. Nou ja, daar kon ik niet zoveel aan doen. Hey, Henkie, Henkie. Hey, Henkie. Moet je kijken, joh. Let op. Ja, Klomp, jij hebt Toos altijd als aan willen rijden, toch? Yep. Nou, dus dit, hij is al gecrashed. Laat maar. Oh. Hier, je mag mijn auto hebben als... Je mag mijn auto hebben als, Hij lijkt op een aardappel. Dat weet ik. De stront open aangestrompeld. Hé, hey, Jolle! Papa Toos, hij is niet te vertrouwen. Hij is niet te vertrouwen? Hij is fraude. Fraude, hij trapt tegen het tankstation. Nee, hij heeft... In het verleden heeft hij, een weeshuis in de brand gestoken. Wat? Zie je hoe die eruit trekt? Hij stilt je fiets, hij stilt je fiets. Doet, als je dit doet, ik maak je dat open. Oh, je hebt hem, je hebt hem! Afgelopen. Het is afgelopen, Ben, met die stroom aan. Met die streken van. Oh, hij gaat hem weer pakken. 05, eenmaal achtervolging van een fiets met open toon. Oh, ik help wel. Hoe ga je hem helpen dan? Ik kan niet fietsen! Ik help wel, meneer! Ja! Zo! Oh. Ik heb hem, ik heb hem! We gaan even meekomen, ja? Wat is er nou aan de hand? Dat krijg je ervan, stront opa. Dag Toos! Henkie, ik zit in de boeien. Rennen Toos! Nee, ik ga niet rennen. Hoezo niet? Oké, dat gaat niet lukken. Toos kan heel goed zonder handen fietsen. Ik kan fietsen zonder handen! Hey. Oh mijn god. Oh nee! Ja, dat is meneer, ik kom hier om te vertellen dat Toos overigens ook deze auto heeft gestolen. Ja, Henkie, zo kun je niet zijn. Ja. Ga naar de gevangenis, Toos. Dus dan laat ik even... Wat doe jij nou? Wat doet hij dat nou? Zal mij... Oh man. Wat doe jij nou, joh? Waarom doet hij dat? Nou, ik kan hem wel vertellen dat ik dat mijn hoofd niet gedaan heb. Ik denk dat... Oké, nu ga... Henkie, zag je dat? Waarom deed hij dat nou? Ik denk niet dat... Dat was toch nergens voor nodig? Nee, dat vind ik ook niet. Meneer, ik ga u in de boeien slaan. Doe uw handen maar even op je rug. Nee, ik heb een factuur ontvangen. Vluchten voor politie. Dat kreeg eens 2000 euro. 2000 euro? Moet je maar niet vluchten, Toos. Ik heb niet gevlucht. Ik ging fietsen zonder handen. Ja, maar dat is vluchten. En dan geeft hij me ook nog een kopstoto. Meneer, dat vond ik wel een beetje nergens voor nodig, die kopstoto. Dan ga ik in deze auto maar weer verder. Laat je ons nou echt wegrijden met deze auto. Ik denk het wel. Ik vond die kopstoto alleen echt nergens voor nodig. Nee, ik ook niet. Dat was een beetje net te veel, die kopstoto. Ja. Je was geboeid, je kon geen kant weer op en dan geeft hij je zomaar een kopstoot. Maar ik heb orde, is die roze auto nog steeds. Oh, die wil je, hè? Toos. Oh. Ja. Welke is mooie, Toos? Die van jou. Meneer, er staat iemand op het dak. Meneer, er staat iemand op het dak. Meneer. Henkie, je bent een lul. Nou, er staat iemand daar op het dak. Ik ga hem er proberen af te krijgen. Meneer, er staat iemand op het dak. Hey, meneer. Ja. Mag ik even uw rijkenteken bewijzen, alsjeblieft? Ik zou iemand op het dak zijn. Ik weet niet of dat gaat. Ja, er staat iemand op het dak. Papieren van de auto heeft u die? Nee. Die liggen in de auto trouwens. Ja, dan mag u even nemen hoor. Meneer, u heeft de pik op ons. Ik heb zeker geen pik. Ik krijg een melding dat er... Nee, yes. Nee. Heren. Nee. Kijk, heren. Ik krijg een melding, dus ik ga erheen en ik tref jullie hier aan. Heeft u de papieren of niet? Ik heb geen papieren, nee. Kom echt niet. Hé, maar heren, jullie lachen mij uit. Dat maakt mijn werk doen, dat kan niet. Ja, maar die
zegt zelf, ik heb geen pik. Oh my god. Jezus, nee, dit is die van Toos. Toos die was ook aan het rijden. Ik duwde hem eruit en toen nam de bestuurdersplek over. Nee, zo kun je niet zijn. No. Oh, zo. Oh, hey. Oh, zie je, hij slaat u ook nog en hij rijdt weg. Dus hij stilt een auto. Hij stilt een auto. Henky, ik ben bij deze aangehouden voor voertuigdiefstal. Wat? Aangehouden? Je hebt recht van advocaat. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat is helemaal niet gebeurd. Toch, heeft er nog vragen. Toos! Toos! Dag Henky! 05, eenmaal dat tegen. Toos, je moet me redden. Ja, ik wil je wel redden, maar mag ik met... Toos, nee! Oh, meneer. Meneer, heeft u een advocaat? Ja, trouwens, jawel. Oké, nou, we zullen zo meteen op bureau even een belletje laten plegen en dan kan u die bellen, ja? Goed, ik ga even helpen met uit het voertuig. En dan wens ik u een fijne dag en dan spreek ik u later weer. Heb je een advocaat die je wilt bellen? Ja. Oké, goed. Ik ga even de telefoon teruggeven. Ja. Zo, mag even één telefoontje plegen. Oké, dan ga ik mijn advocaat bellen. Ja, zeg het eens met Super de Boer. Je spreekt met Henky Jottenheden. Ik kom hier om een advocaat te bellen voor mij. Ja, ik kom eraan. Waar kan ik naartoe komen? Meneer de agent. Ja. Waar kan de advocaat naartoe komen? Naar boven. Ja. Oké, okay, mag naar boven komen, meneer de advocaat? Ja. En dan mag u naar... belletje drukken als u er bent. Oh! Au! Oh, oké, okay, ja, kom maar aan. Oké, okay, tot zo! Henky! Hey! Hey! Ik kom maar aan, hoor! Ja, is goed. Wat vind je van mijn advocaat? Had je niet verwacht, hè? Jullie hebben het nooit ver. Oh, Henky! Help je! Nee, dat kunt niet. Help je me! Waarom gaf je nou ook nog die kopstoot? Ja, dat was nergens voor nodig. Ik wil het ook. Toos, Toos! Je gaat even gedragen of kan niet? Nou, dat ging oprecht op een manier dat hij die kopstoot gaf, dat hij niks mee te maken. Dat deed hij maar zomaar. Het ruikt hier naar barbecue. Oké, maar meneer en meneer, ik moet even haasten, dus het gesprek hebben we... Meneer! Nu even normaal doen. Niet zo oud, niet zo kinderachtig de hele tijd. Gewoon even zitten nu. En gewoon even normaal doen, oké? Dit vind ik echt niet meer kunnen, dat hij dit doet. Dat je kinderachtig weet dit. Meneer, we zijn klaar. Zo, ik ga eens even op tafel staan. Ja, zeg het eens. We hebben blijkbaar al gesprek gehad. Henky, ja. Wat heb jij tegen de agent gezegd? Nog niks. Waarom niet? Omdat ik niet schuldig ben. Dat klopt. Heb jij de huurpapieren laten zien? Nee. Meneer, heeft u huurpapieren gezien? Geen huurpapieren gezien. Oh, Henky, heb je die wel meegenomen? Die heb ik niet. Henky, wat heb je nou allemaal verteld? Ik heb verteld dat het jouw auto was. Wat hadden jullie dat straks kunnen doen, hè, Henk? Maar hij is ook een van de dieven, overigens. De zaak is... Ja, meneer, wij hebben hem samen gestolen. Dat klopt. Of had ik dat niet mogen zeggen, Henky? Denk het niet. Nou, meneer, fijne dag. Daar gaan we weer. Nee, breng ons maar naar de cel en stuur me dan maar weg. Ik weet hoe dit gaat eindigen. Henky, ik vond het een fijne dag. Ja, ik vond het ook top. Ik weet niet waarom ik altijd als ik met jou of met Gerard ben in de gevangenis eindig. Het is altijd hetzelfde verhaal, hetzelfde riedel. Tje. Au, ik eindig toch ook altijd in de gevangenis met Toon.